betekent dat je wel goed moet blijven kijken welke bestemmingen worden dan bediend. Proberen we ook verder in kaart te brengen. Ja. En daarmee ook gewoon te zorgen dat die hubfunctie ook overeind kan blijven. En het, weet je, het zou. Ik had dit ook op zijn beloop kunnen laten. Ik had ook kunnen zeggen, ik hou helemaal niet van luchtvaart. Laat maar op zijn beloop. Kans is levensgroot dat we dan net als bij andere problemen in Nederland op een gegeven moment treffen dat de rechter het voor ons gaat uitmaken. Gaat zeggen, nu ben je die grens over. En als je ook hart hebt voor de luchtvaart in Nederland, dan zul je ook op tijd moeten zorgen dat de basis onder die luchtvaart weer op orde is. En dat je daarmee ook zekerheid aan die luchtvaartsector biedt van wat wel kan en waar ze verder ook op kunnen bouwen. Meneer Harbers, blijft het hierbij? Dit is het besluit dat we hebben genomen vanuit geluid en die hubfunctie. Daar ligt nog een opdracht achter aan Schiphol. En die zal Schiphol zelf de komende tijd in beeld moeten brengen. Want er moet ook nog een natuurvergunning, een stikstofvergunning komen. Daar hebben we weer de Mobilization for the Environment. En dezelfde volle broek, de beste vriend van mijn buurman hier aan tafel, die heeft gezegd, die vluchtbewegingen moeten onder de 300.000. Met andere woorden, als hij gelijk krijgt bij de rechter, die natuurvergunning moet worden aangevraagd, als hij naar de rechter stapt, is het denkbaar dat het aantal vliegbewegingen echt nog fors naar beneden moet? Nou, ik ga er niet van uit, maar de opdracht ligt in eerste instantie nu bij Schiphol. Zij moeten die natuurvergunning aanvragen. Daar heb je twee dingen voor nodig. Je moet eerst in kaart brengen hoeveel stikstof stoot je uit en waar komt die neer. Ja. En twee, je moet maatregelen nemen om dat tegen te gaan. Daar kan Schiphol zelf ook heel veel aan doen. Zijn ze ook mee begonnen. Ja. Je kunt uit soort van de luchthaven, van die vliegtuigen beperken. Je kunt elektrisch gaan taxi, je kunt alles wat op dat platform gebeurt elektrificeren, waardoor het geen stikstof meer uitstoot. Schoner en stiller vliegen helpt ook. Stiller vliegen helpt om onder dat geluidsplafond te blijven. Schoner helpt ook tegen de uitstoot. Ja. En dan zul je moeten aantonen dat het past of zo nodig aanvullende maatregelen moeten nemen. Ik ga ervan uit dat Schiphol moet kunnen lukken, maar ze hebben daar ontzettend veel huiswerk nog voor te doen de komende tijd.